De enige echte cowboynaam, hè? Allee, Hunter. Hunter. Ook wel een goede naam. Ja. Ik durf dat zelf niet aan. Ik vind dat super cool, die botten. Ik vind, maar alleen af, heb je die ook voor vrouwen? Of, sorry. Nee, nee. Sorry. De mop is of je die ook voor mannen hebt. Rozelaar. Wel, dat je zo van iedereen voelt hoe dat die zich voelen of zo. Zo als iemand zenuwachtig is of, dat is paranormaal, of onzeker, dan voelt hij. Ja. Ja, misschien ben ik wel paranormaal. Ja. Ja. Ik ben nu aan een getal aan het denken. Kun jij nu weten? Ja, ja. Nee? Ah, nee. Nee, maar je bent wel onzeker nu. Doen, maar ik ben ook te onhandig. Maar ik zou jou graag in de horeca werken. Zo. Is het waar? Ja, echt waar. Maar zo cocktails maken en zo? Nee, dat niet. Hè. Maar gewoon dingen ronddragen en vragen wat je moet hebben. Zo. Oh. Ja. Ja. Wat moet ik hebben? Ja. En zo maar rondlopen ook. Ja. Nee, maar zo'n dien in de job, zodat je zo niet altijd moet commanderen en dingen. Maar gewoon zo. Ja, zeg maar waar. Maar, ja. Zeg maar ik moet doen, zoiets. Ja, zoiets. Ja. Maar ja, te onhandig. Hè. Dus ik blijf gewoon commanderen. Vraag 3, Elodie. Jezus Christus heeft naar het schijnt heel wat straffe dingen gedaan, maar een roltrap nemen, dat blijkt toch net iets te moeilijk. Wat een goed filmpje is dat. Ja. En daarvoor reken ik op onze sympathieke jury. Vul een dialoog aan met een natuurverschijnsel. Nee. Wacht op dit ding. Die flapjes zitten op dit ding. Miljarden zee. Loopt de Walde Kosinski nog ergens rond? Nee, jong, die is naar Roos. Oh, echt? Godverdomme, en die vloer is scheef. Die muur is net gevaarlijk. Dat tikt hier op niks. Barry, jij hebt die tegels gesneden en jij hebt verf gegeven die over tijd is. Je moet nu niet doen alsof dat allemaal aan die... Natuurverschijnsel. Alsof dat allemaal aan die... Natuurverschijnsel. De vraag is welk? Natuurverschijnsel. Als je wilt, spelen we die waanzinnige dialoog nog eens. Ja. Nee, Elodie. Ik. Je moet nou, niet doen alsof het allemaal aan die... Natuurverschijnsel. Ook niet. Allee, Bill. Ik heb... Nee, ik zie het echt niet. Allee. Dat moeilijk. Het zou waarschijnlijk heel logisch zijn. Je zou denken dat jij het... Jij gaat vooral ja. Dus okay. Ik was eigenlijk kwaad op een zekere Waldek Kosinski. Ja. Personage. Personagio in Thuis. Ja. Ja. Dus de zin was, je moet nu niet doen... Je moet nu niet doen alsof het allemaal aan die... Pollicht. Stalen. Is dat dan niks voor u, Erik? Botox? Botox, nee. Dat jij maar 6% btw moet betalen, want dat zijn renovatie. Ja. Gebruiken jullie je smartphone op het toilet? Ik ben daar wat ouderwetser in. Ik gebruik gewoon wc-papier eigenlijk. Hebben jullie wel eens iets ergs meegemaakt op vakantie? Ik ben ooit, als ik op reis ben geweest naar India, een salmonella. Salmonella? Ja, ja. 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 Ik had een breuken gekocht op het vliegveld van Charleroi.